Hi, ik ben Jelani Naarden. Jelani, hoe oud ben je? Ik ben 26 jaar jong. En wat zijn je dagelijkse bezigheden? Zo. Hoe lang hebben we? Nee, grapje hoor. Ik ben rechtenstudent. Ik zit in het laatste jaar van mijn masterstudie. En daarnaast ben ik werkzaam bij het bedrijf Suriname Conservation Foundation. En daarnaast ben ik ook manager van een van de TNU-filialen. Dat is mooi. Hoe heet je moeder en wanneer is ze geboren? Mijn moeder heet Merlin Naden en ze is geboren op 24 juli 1966 volgens mij. Noem enkele speciale herinneringen die je hebt met je moeder. Speciale herinneringen? Mijn moeder is leerkracht en we zaten eigenlijk net naast haar school op school. En als we wat nodig hadden, kon ik altijd even lopen naar mijn moeder voor een flesje koude stroop of koud water. En na school, als mijn moeder kookte, dan luisterden we altijd naar wat eten vandaag. En ik kan me heugen, als zij bezig was te koken, dan zette ik de keukenstoelen naast elkaar en dan lag ik op die stoelen te luisteren naar wat eten vandaag, terwijl mijn moeder aan het koken was. Nou, dat is leuk, dat is leuk. Welkom in het programma Met Mijn Mama. Wie heb ik vandaag hier in de studio? Ik ben Merlin Rotsburg, gehuwd Naarden, moeder van 3 kinderen. Wanneer bent u geboren? Ik ben geboren op 24 juli 1966. Dus uw dochter had het dan net correct. Ze twijfelde, maar ze had het dus correct. Heeft u roepnamen? Niet echt. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Werk natuurlijk en huishouding. Ik ben ook gezegend met een kleinzoon. En dus na de oppas, dan doe ik de oppas. En ik geniet ervan. Dat is mooi. Wat zijn enkele bijzondere ervaringen die uw hart in het bijzonder hebben geraakt? Sowieso de geboorte van je kinderen. Hè? Als nieuwbakken moeder. Dat je er eigenlijk automatisch in die rol gaat vervullen van mama beer. Altijd beschermen, maar natuurlijk ook opvoeden. Want mijn slogan is altijd geweest dat mijn kinderen een zonnetje moeten zijn voor iedereen. Hoeveel kinderen heeft u? Ik heb er 3. 2 prinsessen en een prins. 2 prinsessen en een prins. En de leeftijdsgroep van die kinderen van u? Mijn oudste Jelani is 26, de tweede Merlien is 25 en mijn zoon is 15 jaar. Oké, dat is mooi. Noem enkele speciale herinneringen die u samen met uw kinderen heeft. Als ik even nadenk, we hebben vaker tripjes ondernomen naar het binnenland. Vanaf ze klein zijn, kamperen, in het bos, in tenten. En op een gegeven moment werden ze ouder. Dus je dacht van, misschien iets anders als het 1 juli is. Dan gaan we een beetje naar de stad om te kijken wat de sfeer, hoe de sfeer daar is. Maar dat werd ons niet in dank afgenomen. Ze vonden het verschrikkelijk om naar de stad te gaan. Het was voor hun, mama, nee, het is niets voor ons. Buiten de stad, dat is dus hun ding. Natuurlijk zijn ze ouder geworden, hebben vriendinnen nu, dus zo af en toe dan gaan ze wel oudjaar op straat. Maar voor hun was het vakantie, was het dus niet in de stad, niet op straat, naar het binnenland. En dat is me dus echt bijgebleven. En wie heeft u vandaag meegenomen? Vandaag heb ik Jelani meegenomen, mijn oudste dochter. Oké, mooi. Jelani, wat maakt je trots op je moeder? Wat mij trots maakt op mijn moeder is mijn moeder de doorzettingsvermogen. Vooral als het gaat om studeren. Mijn moeder heeft echt gewoon alles behaald wat ze kon behalen in de branche. En dat maakt me echt trots op mijn moeder. Ondanks de kinderen had ze toch gewoon doorgestudeerd. En wat maakt u trots op uw kinderen? Nou, dat wat ik heb, wat zij over mij zegt, heeft zij dan ten volle benut.
Ze is een heel ijverig kind, een voorbeeld voor echt alle. Ze is het oudste kleinkind van de grootouders en echt een voorbeeld voor hun allemaal. Echt door doelen bereikt, echt ervoor. Ik moest nooit achter haar zitten. Ik vond het zo jammer. Je denkt, je eerste kindje gaat helpen met schoolwerk. Nee, mama, ik ga alles zelf doen. Dus dat heeft ze echt ook heel zelf door doelen bereikt. En daar ben ik heel trots op. Dat is mooi. Wat zijn de lievelingsgerechten van je moeder? Pompasté. Klopt dat? Helemaal. En weet u het ook zelf te maken? Ja, natuurlijk. Okay. Natuurlijk. En weet jij het te maken, Jelani? Ja. Mooi. Dus je hebt het goed gedaan om het over te brengen. Echt waar. Nee, dit is eigenlijk dat de leerling, de meester, vreselijk heeft overtroffen. Mikado. En wat is je moeder de favoriete bezigheid? Mijn moeder de favoriete bezigheid? Ik moet zo even nadenken, want mijn moeder heeft helemaal bezigheden. Ik weet niet of ze haar favoriete bezigheid is, maar ik merk dat ze de laatste tijd het heel prettig vindt om achter de naaimachine te zitten. Dus ik weet niet of dit op dit moment haar favoriete bezigheid is. En wat zegt u daarop? Het heeft ze helemaal gelijk. Ik heb verschillende favoriete bezigheden. Het gaat met seizoenen. Dus een tijdje hou ik van planten. Een andere keer ga ik achter de machine zitten. Koken is minder omdat ik een hele grote hulp heb gevonden. Maar ik heb echt een heleboel bezigheden. Oké, en nu op dit moment is het dus achter de machine zitten, ja. Wat doen jullie graag met elkaar, dus samen met elkaar? Ja, soms koken. Als we buiten de stad zijn, dan kunnen we lekker samen koken. Ook gewoon gezellig zitten babbelen, dat ze iets vertelt over het werk. En ik haar iets kan vertellen over mijn situatie. Maar we zitten wel. Als ze er is, want ze is ook zo'n vreselijke, drukke meid. Maar als ze er is, dan kunnen we toch even gezellig babbelen. Denk je dat je moeder ooit een familielid heeft geblokkeerd op social media? Nee. Mijn moeder is sociale zaak. Nee, dus mijn moeder heeft echt nooit een familielid geblokkeerd op social media. Klopt dat? Helemaal. Ik word eigenlijk een beetje beschuldigd van te veel tijd besteden aan het luisteren naar mensen met hun problemen. Dus dan wenken ze elkaar, kijk, die callcenter is weer open. Ja. En als je moeder wil bereiken, dan liever bel je er, dan ga je er zeker spreken. Ja. Dus dat soort dingen moet ik aanhoren. Als je moeder een stripfiguur was, wie zou dat dan zijn? Ik moet eerst stripfiguren kennen. Het mogen ook tekenfilmfiguurtjes zijn, hè? Only one thing comes to mind, Superwoman. Superwoman. Als ik aan mijn moeder, ja. That's the only thing that comes to mind, Superwoman. Mooi. Ik denk dat de meeste mama's supermama's zijn. Ik denk het, ik denk het. Hoe ervaart u het dat uw kinderen volwassen worden? Heel prettig. Omdat ik heb altijd klaargestaan voor ze, te alle tijden, wat het ook was. Dus ik denk, als jullie groot worden, ik heb één slogan, ze kennen het allemaal. Doe jullie snel, zodat jullie eruit kunnen vliegen. Dan ben ik weer rustig zijn. Maar, ze zegt dat, maar mijn moeder staat nog steeds klaar voor ons. Zodra er iets is, zegt ze, je kan me melden hoor. Moet er suiker gekocht worden voor die aan je meldt, maar ik hoop het. Dus, ze is nog steeds daar voor ons, ondanks we ouder worden. Maar dat is elke mama, denk ik. Ja. Elke Surinaamse moeder. Ja, dat klopt. Moeten we goed zeggen. Ja. Welke gelijkenissen of overeenkomsten heb je met je moeder? Mijn attitude van mijn moeder is nu iets minder. Ze zei altijd, old Merlin is gone. Maar volgens mij heb ik old Merlin opgepakt. Mensen zeggen vaker, de manier hoe we praten, de manier hoe we lopen, is hetzelfde. Ik zie dat niet, maar dat heb ik wel vaker gehoord. Ik hoop. Ja? Ja, ik heb het ook gehoord. Denk je dat je moeder ooit heeft gespiekt tijdens een tentamen of repetitie? Ik denk het niet. Ik hoop het ook niet. Ja, wat zegt u daarop? Niet gespiekt, ik was daar veel te bang voor. Ja. Maar je kan wel even wenken en vragen van... Weet je, ja. Maar niet... Nee, okay. Dat niet. En je hebt dat dus nooit gedaan, want je kent je moeder echt aan, alsof je wil zeggen van... Ik heb dat nooit gedaan.
Heeft je moeder een favoriete plek waar ze graag naartoe gaat? Nee, niet dat ik weet. Eerlijk gezegd, niet dat ik weet. Heeft u een favoriete plek? Nee. Niet? Ik vind de natuur vind ik prettig. Dus zolang het is ergens buiten waar de natuur is, dan is het fijn voor mij. Maar ik heb niet een favoriete plek. Oké. Okay. Hoe is het om moeder te zijn? Zeer uitdagend. Vooral als je meerdere kinderen hebt, verschillende karakters. De ene moet zo aangepakt worden, de andere op een andere manier. En dan hoor je mama, je hebt haar zo en je hebt dat gedaan. En je moet iedereen tevreden stellen. Dus het is heel mooi, maar ook zeer uitdagend, toch? En als je ziet dat ze de doelen bereiken die jij gesteld hebt voor ze. Ze hebben natuurlijk ook hun eigen doelen, maar sowieso is de schoolstaat echt hoog in mijn vaandel. Dat je je best moet doen. Ik heb ze altijd geleerd. Je best doen, zodat je geen speelbal wordt van een man. Toch je eigen geld verdienen. En ik heb ervoor gezorgd dat ze allemaal de gelegenheid gehad hebben om hun school af te maken. En kansen gecreëerd hebben voor ze dat ze leuke dingen konden doen. En ja, dat is het. Oké. Okay. Is er iets waar u zegt van, ik heb hiervan spijt? Spijt. Geen spijt. Omdat ik denk dat alles een reden heeft. Niet ten opzichte van mijn kinderen dat ik ze niet goed behandeld heb. Ze weten dat ik een beetje streng kan zijn, maar liefdevol streng. Maar spijt, misschien te aan die van een studierichting. En toch zeg ik mezelf steeds van nee, het moest allemaal zo gebeuren. Dus ik heb eerlijk gezegd geen spijt van niets. Heb je een boodschap voor je moeder? Ja. Ik luister. Mijn boodschap naar mijn moeder is, ik wil er gewoon aangeven dat ik heel erg veel van haar hou. Ondanks we soms wat jugu-jugu's hebben onderling. Maar achteraf merk ik ook dat mijn moeder altijd gelijk heeft. En ik hou van je ma. En ik ben trots op je. En ik kijk echt naar je op. Ik ben heel blij dat te horen. En de liefde is natuurlijk wederzijds voor allemaal. Je oudste dochter is je oudste dochter. Toch? Met haar heb je heel veel ervaring opgedaan om de rest te kunnen handelen. Maar gelukkig, het zijn gehoorzame kinderen. We zijn ook, eigenlijk zijn ze in de kerk grootgebracht, dus ja, dat helpt ook een heleboel. Ik heb geen uitspattingen van alle soorten van aard, nee. Een beetje koppig soms, dat je vaker moet praten, maar ik heb fijne kinderen, ik zou ze voor geen goud willen missen. Dat is mooi. En heeft u een boodschap naar de moeders die nu naar dit programma zitten te kijken? Ja, eerlijk gezegd. Heb ik heel veel bewondering voor vrouwen. Ik ben misschien in een gelukkige omstandigheid een vader in huis gehad altijd. Mijn vader, hun vader. Maar dan zie je dat er toch heel veel moeders zijn die er alleen voor staan. Het zal beter worden. Het kan misschien heel zwaar zijn, maar ik zeg vrouwen geven niet op. En vrouwen geven niet makkelijk op. Ik heb echt heel veel liefde voor vrouwen. Hè. Ik ben ook een beetje met vrouwenwerk bezig, waar ik ze kan bemoedigen. En daarom dat ik vaker aan de telefoon ben. Want er zijn vrouwen die me bellen, geen mannen. Maar vrouwen die met problemen zitten, waarbij ik toch met een oplossing kan komen. Dus ik zou willen zeggen, vrouwen, blijf goed doen. Geef niet op. En ga ervoor. Ik wil je deze welverdiende cadeautjes overhandigen. Een flesje wijn van Supreme TV. Dankjewel. Ook Supreme TV, hartelijk bedankt. Je krijgt dan een cadeaubon van Lotus Spa Wellness and Beauty Salon. Heel mooi, dankjewel. Ik ga het naar hier op tafel zetten. Er is ook een cadeaubon van Hollepona. Oké, okay, lekker. Geef maar. Ik zal daarna een beetje gaan lopen, hè, om af te vallen. En
Hier heb je wat producten van Design Essentials. Dat is fantastisch. Hartelijk dank ook. En een taart van As Bakery. Ik denk dat het je favoriete taart is. Hoor. Ja, slagroom. Je favoriete taart, inderdaad. En gebakjes van Rehans. Oké, hartelijk dank allemaal. We gaan zeker van genieten van alle cadeautjes. Alsjeblieft. En een fijne moederdag aan jullie beiden. Dank u wel, dank u wel. Ook aan alle moeders een zeer fijne moederdag toegewenst. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.